In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat ik elke week met een partijvoorzitter en met twee Vlaams parlementsleden die ook lokaal hun kans wagen. Elke partij die in het Vlaams parlement een fractie heeft, komt aan bod. Vandaag is dat Vlaams Belang. Dag dames en heren, ik praat met Tom van Grieken, de voorzitter van het Vlaams Belang, Vlaams parlementslid ook. Met Stefan Sintobin, die in Brugge de lijst gaat trekken voor zijn partij. En ook Chris Janssens, die lijsttrekker is in Genk. Heren, welkom in deze studio. Ja, Tom van Grieken, met welke ambitie trekt u naar de verkiezingen? Het is een heel eenvoudige ambitie. Winnen, vooruitgaan. Het is lang geleden dat we nog eens verkiezingen gewonnen hebben. Ik heb ook gezegd bij het aantreden van mijn voorzitterschap dat die partij terug de wind in de zeilen moet hebben. En ik heb ook het idee dat wij een partij zijn die momenteel de wind in de zeilen heeft. Mag u daarop afgerekend worden? Dat mag zeker, maar er is 7 maanden na de lokale verkiezingen zijn er nationale verkiezingen. Maar we zullen dat zien als de cijfers binnenkomen op 14 oktober. Ja. U zegt de wind in de zeilen. Heeft u nu al aanwijzingen? Hoort u dingen op straat? Hoort u natuurlijk op straat de mensen die u ontmoet zijn wellicht gelijkgezinnen, maar hoort u, vangt u signalen op die u hoopvol stellen? Ik moet u ten eerste zeggen dat ik ook met mensen praat die niet gelijkgezinden zijn. Zeker, ik doe wel huisbezoeken. Maar ik denk, ja, als je met mensen praat, dat het goed zit. Twee, we merken ook ons ledenaantal. Zelfs in de kalme zomerperiode hebben we 1000 mensen die extra lid worden van onze partij. En we zijn de grootste op sociale media. We gaan bijna de kaap van de 200.000 likes op Facebook bereiken. Wat immens veel is, een immens groot bereik. Dat zijn verschillende parameters. Dat is geen garantie op succes. Maar ik ga liever met positieve signalen de verkiezingsstrijd in dan met negatieve. En nog niet afrekenen, want u moet dan nog opnieuw verkiezingen voorbereiden volgend jaar. Inderdaad. Chris Janssens, als jij in jouw stad rondloopt in Genk, heb jij dan het gevoel dat de ambities die jouw voorzitter verwoordt gerechtvaardigd zijn? Ja, steeds meer. De campagne komt nu echt helemaal op gang. Nog een maandje tot aan de verkiezingen. En ik moet zeggen dat de sfeer heel goed zit. Ondanks het feit dat de demografische evolutie in Genk tot nadenken stemt. En ik denk ook dat de mensen dat doen. Nadenken over hoe willen wij onze stad en demografische evolutie. Hoe bedoel je de samenstelling van de bevolking? Samenstelling van de bevolking. De meerderheid van de inwoners van Genk is van vreemde afkomst. Een kwart van de Genkenaren is moslim. En bij jongeren tot 30 jaar is dat zelfs de helft. Dus heel wat is dat Genkenaren... een reden om ambitieus te zijn? Want die gaan niet stemmen voor jou, hè? Nee, maar dat doet heel veel autochtone Genkenaren, Vlamingen, maar ook mensen uit de Europese gemeenschap, Italianen, Grieken, nadenken over in welke stad willen wij leven. Willen wij inderdaad een stad die na verloop van tijd gedomineerd wordt door de islam? Of willen wij toch nog onze Vlaams-Europese cultuur, onze Vlaams-Europese westerse waarden en normen hier overeind houden? En dat denk ik, dat kan alleen maar door een duidelijk signaal te geven en kiezen te stemmen. Dat stemt u hoopvol, die ambities die Tom van Grieken ook vervoert, u denkt dat die haalbaar zijn? Wel, verkiezingen winnen, daar zijn wij in Genk en ik denk ook buiten Genk absoluut klaar voor. Het is inderdaad tijd, onze achterban snakt daarnaar. Want het is al even geleden natuurlijk, hè? Dus inderdaad al even geleden, maar dat geeft nog meer goesting om er helemaal tegenaan te gaan en eindelijk die trend te breken en terug verkiezingen te winnen. Ja, Stefan Sintobin in Brugge, waar u op komt, ambities. Wat voelt u? Ik voel ook aan, net zoals in andere steden en gemeenten, dat het Vlaams Belang zal vooruitgaan, ook in Brugge. Alhoewel Brugge natuurlijk een atypische stad is, waar misschien de problemen nog niet zo groot zijn, zoals in andere grootsteden zoals Brussel, Mechelen, Gent en ook Genk bijvoorbeeld. Het is goed dat u maar zegt, dat is juist. Toen de krant van West-Vlaanderen u vroeg afgelopen zomer, geef eens een score over, bent u gelukkig in Brugge? En u moest dat dan verwoorden in een score, zei u 8 op 10. Ja, als Bruggeling in Brugge wonen is natuurlijk een leuke stad om te wonen. Ik woon ook in de binnenstad, maar er zijn ook heel wat buitenwijken waar inderdaad ook die vervreemding toeslaat. We hebben natuurlijk ook de problemen met de illegalen in Zeebrugge. En ik merk dat er toch meer en meer Bruggelingen zijn die ook bang zijn voor wat er in de toekomst staat te gebeuren. En dat is juist onze ambitie om ervoor te zorgen dat Brugge blijft en dat we in de toekomst niet worden geconfronteerd met dezelfde problemen zoals in andere grote steden. Goed, de vraag was, als u rondloopt in Brugge, voelt u dan ook aan wat Tom van Grieken en Chris Janssens Absoluut. En het mooiste bewijs daarvan is onze lijstsamenstelling. Wij hebben een lijst samengesteld van 47 kandidaten, waarvan ongeveer 29 nieuwe kandidaten. We hadden zelfs nog kandidaten op overschot, dat is zelden gebeurd. Wij hebben uit alle wijken, deelgemeenten van Brugge kandidaten die zichzelf hebben aangeboden. Ik vind dat wel opvallend dat u dat zegt, want
Knak, het weekblad Knak, is afgelopen zomer naar Torhout geweest, uw provincie ook, hè, om na te gaan hoeveel mensen zich lokaal nog politiek engageren. 6 jaar geleden had men in Torhout een lijst van 10 mensen, Vlaams Belang. Nu zou er geen lijst meer zijn en ik hoor u zeggen, in Brugge hebben wij daar blijkbaar geen last van. Nee, absoluut niet. Maar Torhout is natuurlijk de gemeente ook van minister Kervits, waar het heel moeilijk is om natuurlijk een lijst te gaan indienen. Goed, Brugge heeft ook een ex-minister als burgemeester, hè? Ja, Landuit, maar ik denk niet dat Renaat Landuit van het kaliber is van Hilde Kervits. Maar ik had absoluut geen problemen om een lijst te vormen. En nogmaals, ik kon zelfs een tweede lijst indienen. En vooral mensen, nieuwe mensen die zich persoonlijk, privé hebben aangediend. Ik ben niet op straat moeten gaan rondlopen om te vragen, wilt u alsjeblieft op onze lijst maar staan. Het is ook wel, je kunt natuurlijk blijven vergelijken met het verleden. U kan ons misschien vergelijken met 2004, dat is ondertussen bijna 15 jaar geleden. Ik stel vast dat wij nu in ongeveer 102 gemeentes gemeenteraadsleden hebben. En we zullen 160 lijsten indienen. Als je blijft met, u vergelijkt ook de CD&V niet met de score van 10e mens natuurlijk. Ik vergelijk niet. Ik stel vast dat een aantal politicologen die door KNAK dan worden bevraagd, onafhankelijk van elkaar zeggen, het is blijkbaar steeds moeilijker om mensen lokaal te engageren om... Ja, om aan politiek te doen. Iets wat alle partijen blijkbaar last van hebben. Ja, misschien, maar u pikt er nu Torhout uit. Maar er zijn andere gemeenten. Er zijn andere gemeenten in West-Vlaanderen waar wij de vorige keer niet zijn opgekomen. En waar we nu wel opkomen. En ik veronderstel dat dat ook in andere provincies had u in Genk last om die lijst samen te stellen? Wel, door de bevolkingssamenstelling wordt het inderdaad in gemeenten, steden die geconfronteerd zijn geweest in het verleden met een grote mate van vervreemding, van migratie, wordt het steeds moeilijker om lijsten samen te stellen. Wij merken dat inderdaad. Maar inderdaad, we moeten niet vergelijken met het verleden. We gaan nu in een 160-tal gemeenten opkomen en onze ambitie is om in elk van die gemeenten minstens 1 verkozene te hebben. En daarop zullen we kijken of dat inderdaad lukt. Ja, nu goed. Die campagne die jullie nu voeren, in vroegere tijden hadden jullie daar wellicht veel meer geld voor, want de partijrotatie is gelinkt aan de laatste verkiezingsuitslag. De succesjaren van het Vlaams Belang, vroeger Vlaams Blok, die liggen al even achter ons. Dat heeft dan toch financiële repercussies? Wordt campagnevoeren lastiger nu? We moeten er niet flauw over doen. Wij beschikken over minder middelen om campagne te voeren, maar de tijden zijn ook veranderd. Ja, vroeger waren er grote pre-campagnes met grote acties. Die zijn er nog steeds. Hè? Een grote pre-campagne Vlaanderen weer van ons met een geweldig sympathieke Romy. Trouwens, een pre-campagne waar 13.000 mensen een Vlaamse leeuwvlag hebben aangevraagd. Zelfs in de hoogdagen was dat ongezien. Tweede erover. Het is inderdaad moeilijker om overal advertenties te plaatsen. We mogen nog steeds in bepaalde bladjes nog steeds geen advertenties plaatsen. Maar we hebben iets nieuws. We hebben sociale media, waar wij merken dat we een tussenstap kunnen uitschakelen. De journalist, een bepaald medium. We kunnen rechtstreeks de kiezer benaderen. En twee, we hebben nog een geheim wapen dat alle andere partijen niet hebben. Wij moeten niet sleutelen aan onze boodschap. Wij zeggen gewoon de waarheid. De rest moet een slecht beleid zien te verkopen, wat ze de afgelopen 6 jaar niet hebben gedaan. Dat hoeven we helemaal niet te doen. Wij zeggen wat we denken en wij zeggen wat heel veel mensen denken. U zegt het, hè. Wij hoeven aan onze boodschap niet te sleutelen. Vroeger was het eigen volk eerst, vandaag eerst onze mensen. Ik zou kunnen zeggen, er is blijkbaar weinig plaats voor vernieuwing bij het Vlaams Belang. Al 20 jaar hetzelfde liedje. Als u mij nu verwijt consequent te zijn... Ik verwijt het niet. Stel vast dat u het boodschap is. Dat zeg ik trouwens zelf. Consequent zijn vind ik een compliment. Een partij die bij zijn standpunt blijft, ik denk dat dat meerwaarde is voor het politieke debat. Wij verkopen niet onze ziel voor een paar zilverlingen. Nee. Ik denk dat dat een sterk punt is. En eerst onze mensen kadert in een groter verhaal. Dat we zeggen, start begin januari. We hebben een heel verhaal, een politiek verhaal opgehangen rond het woord ons. Want ons, dat is dat thuisgevoel, dat identitaire verhaal. En daar zetten we heel hard op in. Vlaanderen weer van ons, eerst onze mensen. Houden van onze mensen, respect voor onze senioren. Ja. Dat is ons verhaal. De vraag was natuurlijk, wordt er nooit eens nagedacht over vernieuwing bij het Vlaams Belang? Hoe kunnen we... nieuwe accenten leggen, andere accenten leggen, of is dat helemaal niet nodig? Er zit hier de jongste partijvoorzitter van de wel is hier iets voor u. Twee, komt er ook nog eens bij. U hebt ook ons programma gelezen. Bijna 67 pagina's met allerlei voorstellen. Gaande van het containerpark tot dierenwelzijn, tot zo verschillende zaken. Maar we moeten een beetje ook met onze voeten op de grond blijven. En op het moment dat de stranden van Zuid-Europa bestormd worden door massa-immigratie, we problemen zien in onze grootsteden, zou het heel gek zijn dat het Vlaams Belang plots begint te spreken over het paringsgedrag van de Colorado.
bepaalde kever, bij wijze van spreken. Nee, het gaat natuurlijk over gemeenteraadsverkiezingen. Mensen zien op tv massa-immigratie en voelen zich minder thuis in grootsteden zoals Genk, Antwerpen, Brussel en steden als Brugge en andere, meer plattelandsgemeenten. Zij zien, ja, het is hier nu nog wel goed, maar let op, het kan zoals Antwerpen, Genk en Brussel worden. En daar moeten we op inzetten. Want als je niet thuis voelt in je wijk, in je straat, in je gemeente, ja, dan komen alle andere conflicten ook naar boven. Dat ons gevoel moet terugkomen. Mensen moeten zich thuis voelen in hun gemeente of hun stad. Stefan Sint-Aubin, overigens, u bent van Izegem naar Brugge verhuisd. Ja, wat mij dan doet afvragen, stond daar dan niemand klaar in Brugge om die lijst te trekken, dat men iemand moest importeren vanuit Izegem? Importeren is een groot woord natuurlijk. Hè. Er waren absoluut andere kandidaten die bereid waren om de lijst te trekken, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Er speelde ook een familiale reden hebben meegespeeld om die verhuis te doen. Maar ik denk niet dat het belangrijkste is van het verhaal natuurlijk. Ik wilde vooral opnieuw het Vlaams Belang op de kaart zetten, ook in Brugge, net zoals in de rest van Vlaanderen. En ik heb achter mij een sterke ploeg, een sterk team. Er zijn een aantal heel sterke figuren bijgekomen, ook gewezen parlementsleden, gewezen gemeenteraadsleden. Ik denk dat wij de sterkste lijst hebben van het Vlaams Belang in Brugge sinds jaren. En ik was absoluut bereid om die lijst te trekken, dus absoluut geen probleem. Ook mijn opvolging in Izegem zelf is heel vlotjes verlopen. Dus, en het gaat natuurlijk niet alleen over mijn persoon, het gaat over de partij. Het gaat over het Vlaams Belang in Brugge, het gaat over ons Brugge. Ja. En dat ik wil eens terugkeren naar die slogan, eerst onze mensen, Chris Janssens. Ik denk, wat mensen van een gemeentebestuur verwachten, is dat het afval wordt opgehaald, dat het zwembad open is, dat er openbaar vervoer is, dat mensen een school vinden voor hun kinderen. Vertaal, in de wetenschap dat mensen dat willen, vertaal eens jullie slogan naar het lokale niveau. Hoe vult uw partij dat dan in? Wel, los van al die dingen die u opnoemt, denk ik dat het ook heel belangrijk is dat mensen zich echt nog thuis voelen in hun eigen stad, in hun eigen straat. En als je steeds meer vaststelt dat Vlamingen tweederangsburgers worden in hun eigen stad, wel, daar verzet ik mij tegen. Bijvoorbeeld in Genk, 1 op de 3 kinderen wordt geboren in armoede. Toch houdt de stad de deuren open voor nieuwe migranten en dergelijke meer. Wij zeggen, er moet echt een mentaliteitswijziging komen en een beleidswijziging. In die zin dat wij zeggen, er moet een vestigingsstop komen in onze gemeente. We hebben genoeg migranten van niet-Europese afkomst. Maar dat punt heeft u gemaakt. Ik vroeg u, als u een aantal taken die een stad moet uitvoeren, zoals afval ophalen, zoals het aanleggen van voetpaden, het proper houden van pleinen, een bibliotheek openhouden, hoe vult uw partij dat lokaal in vanuit die slogan Eerst onze mensen? Wel, laten we eerst eens kijken misschien wat de milieubevuiling betreft. Denk ik dat er nog heel veel tandjes bijgestoken kunnen worden. Ook in een stad als Genk, die heel veel te maken heeft met sluikstorten. Vooral in de sociale woonwijken, waar echte ghettos zijn ontstaan en die met verloedering te maken hebben. We zeggen ook, in een stad als Genk, die veel met armoede geconfronteerd wordt, een bezoek aan het containerpark bijvoorbeeld moet gratis zijn voor de inwoners van Genk, zodat iedereen inderdaad gestimuleerd wordt om zijn afval naar het containerpark te brengen. Maar ook belangrijke daden, want migratie is een verhaal dat inderdaad op het regionale of op het federale niveau vooral afspeelt, maar ook in de toewijzing van sociale woningen. Honderden Genkenaren staan al jaar en dag op een wachtlijst voor een sociale woning. Toch zien wij dat 1 op de 3 woningen naar niet-Europese vreemdelingen gaat. Wij zeggen, daar moet mee gestopt worden. Geef voorrang aan eerst onze mensen. Laten we eerst de mensen die al lang op die wachtlijst staan, de Vlamingen, laten we die een sociale woning toewijzen, zonder dat andere nieuwkomers voorrang krijgen. Dat is bijzonder concreet. Nu, mensen die, want u zegt natuurlijk vreemdelingen, maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen met een andere achtergrond, met een andere origine, die hier geboren zijn, die hier werken, die hier belastingen betalen, deelnemen aan de verkiezingen vaak. Zijn dat ook onze mensen? Iedereen die onze nationaliteit heeft en zich engageert om Vlaming onder de Vlaming te worden, zijn onze mensen. Op dat vlak, onze maatregelen die wij uitvaardigen, een staat moet op dat vlak kleurenblind zijn. Mag geen onderscheid maken tussen burgers en niet-burgers en burgers die zich aan de wet houden. Gaat dat om gedeelde waarden? Ook dat speelt mee. Op een bepaald moment, als je de burgerlijke wetten, die gestemd worden in onze parlementen of de gemeenteraad, staan boven religieuze wetten. Op het moment dat bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst misbruikt wordt om bepaalde burgerlijke wetten te omzeilen, ik zeg maar iets zoals bijvoorbeeld ritueel slachten, dan zeggen wij stop, tot hier en niet verder. Ja. Wanneer een wet gestemd wordt, of in een gemeente een regel wordt gestemd, dan geldt die voor iedereen en kun je niet eeuwenoude teksten inroepen waarom jij daar niet zou onder vallen. Maar ik hoor u ja zeggen als ik vraag, gaat het om gedeelde waarden?
Als mensen zich schuldig maken aan misplaatste grappen over Afrikaanse baby's die sterven van de honger, over verkrachte vrouwen, over die dwepen met nazisme, met wapens op de foto gaan, al dan niet in een besloten chatgroep op het internet, zijn dat mensen die onze waarden delen? Zijn dat dan ook onze mensen? Nee, niet. Ik zeg wel, kunnen onze mensen zijn, maar dat betekent niet dat... Ze delen toch niet onze waarden, ik hopen. Als u mij die vraag nog maar stelt, zou ik insinueren dat wij achter een bepaalde walgelijke post van speelt in vrienden staat. Nee. Ik vraag u, zijn dat mensen die onze waarden delen? Bepaalde mensen die zoiets zouden posten, die moeten zich eerst zelf afvragen, wat heb ik gepost in welke context? En twee, mocht daar iets strafbaar zijn, want we leven in een rechtsstaat, dan moet het gerecht maar zijn werk doen. Maar wat ik niet ga doen, is op voorhand zeggen dat je schuldig bent tot het tegendeel is bewezen. En de heksenjacht dat de afgelopen twee weken bezig is geweest tegen jonge gasten en meisjes van Schild en Vrienden, omdat ze in een groep zitten of iets gepost zouden hebben, dat je daarom per definitie uit paniekvoetbal, zoals bij de NVA, allemaal mensen van de lijst gooit, daar doen wij niet aan mee. De heksenjacht moet stoppen. Ik stel vast bijvoorbeeld dat Dries Vlangenhoven van de universiteit wordt gegooid zonder weerwoord. Ik stel vast dat mensen hun job verliezen. Ja, daar doen wij niet op. Maar dat punt heeft u gemaakt. Mijn vraag was, wie zulke dingen post op het internet, al dan niet in een besloten groep, zijn dat waarden waarvan u zegt van... Ja, want het gaat om gedeelde waarden. Hè? Als u mij vraagt, wanneer je lacht met leed van kinderen, dan is dat zeer moeilijk. Als het gaat over... plat racisme, antisemitisme, daar hebben wij niets mee te maken. Maar veel van die zaken worden ook gepost in een context. En ook die context is belangrijk. Daarmee ik zeg, als je me nu de context niet schetst, dan zeg ik nee, dit hoort niet in zo'n normen- en waardepatroon. Maar als je straks een concreet geval zou geven, dan zeg ik, kijk, de context is in deze ook belangrijk. Heel kort nog dan. Een van de mensen die is opgedoken in de PAN-reportage, de man die op de levenvlag ligt met een wapen, is iemand die voor jullie partij gaat deelnemen aan de verkiezingen in Temse, die mag dat blijven doen, deelnemen aan de verkiezingen? Ja, ik vond het een zeer ongelukkige foto. Ik vind het niet zo smakelijk. Maar we hebben de lokale afdeling heeft iemand gecontacteerd. Die zei, dat zijn mijn airsoftwapens, dat zijn speelgoedwapens. Het is een zeer ongelukkige post. Maar dat zie je niet op foto, hè? Nee, maar goed, de insinuatie dat echte wapens zijn, is even zorgwekkend dan ik die zeg. Het zijn airsoftwapens. En ik zeg, ik heb spijt van die post, maar voor de rest is dat een fatsoenlijke kerel. We blijven achter hem staan. Een fatsoenlijke kerel, hoor ik u zeggen. Terug naar de campagne, het programma Stefan Sintobin. Hoe vertaalt u lokaal die nationale lijn in Brugge? Ik denk dat ook, zelfs in Brugge, ook in Brugge, de slogan eerst onze mensen moet toegepast worden. Ik kan u een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, eergisteren werd in Brugge de campagne gelanceerd rond 11-11-11. En als centraal thema staat daar migratie. Onder andere speed daten met moslims. Dat is typisch een voorbeeld waar ik zeg, hebben ze in Brugge nog nooit gehoord van armoede bestaat ook bij ons. Ik ken verschillende mensen die echt in armoede leven in Brugge. En denkt dat iedereen in Brugge een goed leven heeft. Dat is niet zo. Dus wil ik net zoals elders dat eerst onze mensen op die lijst van die sociale woningen komen te staan. Ik ken mensen die jarenlang op een lijst staan, die een huishuur betalen van €700, die een inkomen hebben van €1200, een levenloon van €50. En wel, ik wil ook in Brugge eerst deze mensen helpen, alvorens we de rest van de wereld gaan helpen. Ja. Een verwijt dat je soms hoort over campagnes die gevoerd worden tijdens in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen is... Ja, het zijn nationale thema's die plots de campagne gaan maken, terwijl het eigenlijk over lokale verkiezingen gaat. Als ik jullie beiden bezig hoor, dan kom je vaak terug op datzelfde thema, hè, onze mensen. Maar heb je het gevoel, ik kan in Genk of in Brugge ook wel een beetje mijn zin doen, los van wat ze daar in Brussel... Zeker het idee dat ze ook heren die zinken. We hebben gelukkig van de voorzitter de autonomie gekregen om per gemeente uw eigen campagne te personaliseren en ook de prioriteiten te leggen die in uw gemeente belangrijk zijn. Is er zoiets waarvan u zegt, dat gaat Stefan Sintobin nooit doen? Wel, de thema's die in Brugge belangrijk zullen zijn, zijn dat misschien minder in Genk en omgekeerd. Alhoewel Brugge nu ook zeker in Zeebrugge met illegale geconfronteerd wordt en een gelijkaardige problematiek tegemoet gaat als andere steden met een vreemdelingenproblematiek. Maar bijvoorbeeld eerst onze mensen, dat gaat ook op het lokale niveau heel concreet. Hè. We hebben al verwezen naar de toewijzing van sociale woningen, maar ook naar een vestigingsstop, ook naar het leefbaar houden van onze sociale woonwijken en dergelijke meer, die steeds meer bevolkt worden door migranten. En wij zeggen, zet daar een rem op en zorg ervoor dat mensen zich aan het
2018 wel degelijk nog thuis kunnen voelen in deze Vlaams-Europese stad, in deze Europese samenleving, met inderdaad een gedeeld waarden- en normenpatroon. Dat is heel belangrijk en dat begint op het lokale niveau. En dat kunnen mensen zijn die hier tweede, derde generatie wonen en misschien een andere origine hebben. Wel, uiteraard. Mensen die hier onze culturele leefgewoonten delen. Mensen die eenzelfde waardepatroon aanhangen. Ik zou de hand willen reiken in Genk naar mensen van de tweede, derde origine om zich inderdaad uiteindelijk eens Vlaming onder de Vlaming te voelen. Net zoals de Italianen, de Grieken dat voor hen hebben gedaan, verwacht ik van de Turken en de Marokkanen nu eindelijk ook eens dat zij effectief een inspanning doen om Vlaming onder de Vlaming te worden en die band met Turkije, met Marokko, los te laten en steeds meer te focussen op een toekomst hier in Vlaanderen, in de plaats van fysiek in Vlaanderen te wonen, fysiek in Genk te wonen, maar met het hoofd in Turkije of Marokko. Ik hoorde dat u iets wou zeggen. Ja, u post ook naar lokale dingen waar u ons kunt invullen. In het iets rustigere Schoten bijvoorbeeld, pleiten wij voor onze senioren, pleiten wij dat er een schepen gaat zijn verantwoordelijk voor seniorenbeleid. We pleiten bijvoorbeeld voor jonge gezinnen aan te trekken een geboortebos. Ik denk niet dat de kijker van Vlaams Parlement TV denkt, amai, een geboortebos in Schoten, daarvoor kijkt naar Vlaams Parlement TV. Dat zijn de debatjes die lokaal gevoerd worden. Maar als je natuurlijk met de fractieleider en voorzitter in Vlaams Parlement zit hier zit, ja, dan komen nationale thema's vaak aan bod. Dus als nationaal voorzitter is het heel moeilijk om in 308 gemeentes te weten wat daar leeft en wat daar de exact is. De vraag was natuurlijk van, kunnen lokale mandatarissen hun eigen accenten leggen? Nu, rechtse programma's van Grieken zitten in heel wat Europese landen in de lift. Partijen gaan er met het rechtsprogramma op vooruit bij verkiezingen, Europees gezien. Spiegelt u zich soms aan die partijen, pikken ze een uit waarvan u zegt van kijk, wat die gerealiseerd hebben, dat is iets wat wij ook zouden willen? Zonder te twijfelen, FPÖ. Wat de FPÖ heeft gedaan, Heinz-Christian Strache, trouwens iemand de eerste mens die ik ontmoet heb dat ik voort was, is een voorbeeld van mij. Die partij heeft ook heel diep gezeten. Heel diep met de kiesdrempel geflirt en is nu de tweede grootste partij. Levert de minister van Binnenlandse Zaken, de vice-kanselier. Allee, die zijn zeer goede zaken. En ik vroeg aan hem, hoe komt dat je zo succesvol bent 4 jaar geleden? En hij zei, Tom, dat is vrij simpel. Verloochen je programma niet, maar breng het op een moderne, hedendaagse manier. En dat is wat wij moeten doen. En ik zie bijvoorbeeld dat ze in Oostenrijk kindergeld niet direct toekennen van dag 1 aan nieuwkomers, maar daar 5 jaar tot 7 jaar zijn aparte bijdrage moeten leveren. Maar heeft u niet het probleem dat de rechterkant van het veld in Vlaanderen al behoorlijk bezet is? Het enige probleem van het cordon sanitaire bijvoorbeeld en een concurrent op rechts is misschien dat Chris niet direct minister-president van Vlaanderen gaat worden. Maar daarvoor zitten wij in de politiek. Ik denk dat bijvoorbeeld de N-VA, die de andere kant van het rechterspectrum bezet, die haar kiezers een probleem hebben. Want omdat zij het cordon sanitaire... Zijn er wel meer dan uw partij? Hè? Omdat zij het cordon sanitaire in stand houden, kan de N-VA niet beleid geven aan zijn kiezer dat nu al jaren belooft. In het buitenland zien we heel goed dat centrum rechts beseft, zolang wij maar blijven met links samenwerken, kunnen wij niet ons programma uitvoeren. Dus ze hebben al die... Zou u niet exact hetzelfde 9-puntenplan maken als Jan Bonnefranken, moest u het voor het zeggen hebben? Nee, want er is één fundamenteel verschil tussen het 9-puntenplan van Jan Bonnefranken. Zij blijven dweilen met de kraan open. Regel 1, en dat zegt niemand, is dat de grenzen gecontroleerd moeten worden, de Europese buitengrenzen gesloten moeten worden. En al de rest... En als u zegt grenzen controleren, bedoelt u binnengrenzen of de buitengrenzen van de Unie? De buitengrenzen van de Europese Unie moeten op slot toe, de binnengrenzen moeten gecontroleerd worden. Dat is niet meer zoals in de jaren 60 met een barreeltje en zo het moderne toestanden waar je camera-herkenning, nummerplaatherkenning, drones... Ik kan het zeggen, bedrijfsleiders zullen het graag horen. Opnieuw controles aan de grens voor hun transporteurs. Zwitserland moet echt gruwelijk zijn, meneer, voor de economische ontwikkeling daar. Daar heb je grenscontroles en die doen het zeer goed. Ja, dan aan de grens. Ja, maar goed. Brengt toch op. Als je op vakantie gaat, vind je het niet met een probleem om 2 uur te verlezen aan peages. Voor je veiligheid denk dat mensen graag wel eens een kwartiertje gaan schuiven. Ik denk dat transporteurs zich meer zorgen maken over het sluiten van de parkings. Dat is het grote probleem. En u spreekt dat over, en u spreekt, u spreekt over 9-puntenplan. Het speerpunt van dat 9-puntenplan is de uitbreiding van het aantal plaatsen in de gesloten instelling in Stinokkezeel van 70 naar 160. Weet u, in 2 maanden tijd, juli, augustus, werden in West-Vlaanderen bijna 2000 illegalen opgepakt. Dat is niet de oplossing, hè? De parking sluiten. Er moet een gesloten centrum komen, ook in de kuststreek, en dat moet uitgebreid worden naar minstens 500 plaatsen. En het uiteindelijke doel moet zijn die mensen oppakken, opsluiten en uitwijzen. We zitten natuurlijk in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil daarnaar terugkeren. Chris Janssens, u bent fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement.
Een van de mensen uit uw fractie is Guy Dazeleer uit Nienhoven. U kent zijn populariteit in zijn eigen stad? Ja, die is even gigantisch als Guy zelf. mag ik met heel veel tevredenheid en met zijn goedkeuring zeggen, denk ik. Ja, kent ik, hoop zijn dat hij die, ik hoop dat hij die ook kan verzilveren. Zijn recept is vooral tussen de mensen zijn, met de mensen praten en zeker ook hun problemen helpen op te lossen. Want ook als oppositiepartij, want dat is Forst aan Nienhoven en Nienhoven nog altijd, de voorbije legislatuur, ook als oppositiepartij kan je wegen op het beleid. Kan je mensen met concrete problemen op het lokale niveau helpen? Wel, door zijn prioriteiten anders te leggen, maar ook door gezondheidstoestanden, is hij vrij afwezig geweest in het Vlaams parlement. We zien hem niet zo vaak, maar ik weet, en de Nienhovieter vooral weet, dat hij er is voor hen. En dat is zeker zo belangrijk bij gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Hij komt niet op als Vlaams Belang, maar als Forza Nienhoven. Stoort u dat of vindt u dat best oké? Dat stoort me niet, omdat het niet iets is wat het hem vlak voor de verkiezing heeft gedaan. Guy heeft dat project 12 jaar geleden ingezet. En nog een paar gemeentes zouden dat doen. En toen ik voorzitter was, heb ik gezegd, ik wil zoveel mogelijk als Vlaams Belang opkomen. Maar de projecten die we gestart zijn in 2006 of in 2012, waar we opkwamen onder andere naam, die mogen gerust verder gezet worden. Want vaak speelt lokale problematiek meer dan nationale thema's. U ziet dat we niet zoveel tijd meer hebben. We zouden het haast vergeten. Wat zijn ook provincieraadsverkiezingen? Heel kort, hoe staat u ten aanzien van dat tussenniveau? Afschaffen die handel. Dus. Afschaffen die handel. Maar u weet... Duur, overbodig, Vlaams niveau, gemeentelijk niveau. Dat zal natuurlijk pas beslist worden na de volgende gewestverkiezingen. Dat moet beslist worden in 2012. Ja. Maar in 2014. Maar de N-VA heeft toen geen staatshervorming gekregen. Communautaire eisen in de koelkast en een halfslachtige oplossing waar niemand tevreden is. Niet de ambtenaren van de provincie, want ze hebben te weinig middelen om de weinig bevoegdheden ze hebben uit te voeren. Nog de gemeente en de Vlaamse overheid, omdat zij ook niet duidelijkheid hebben. Ja, het is duidelijk, u bent geen minnaar van de provincies. Stefan Sintebun, heel kort nog, om nog eens terug in te pikken op die naam Forza Nienhoven. Een andere naam in Brugge, moest u dat succes opleveren, zou je dat doen? Goh, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Het is zoals de voorzitter zegt, dat is een project dat je moet opstarten. Niet op korte termijn, maar dat moet op lange termijn gebeuren. Schild en vriend voor in Brugge misschien. Ja, schild en vriend, dat zou misschien wel leuk zijn. Ja, ik denk dat je dat niet van de ene dag op de andere dag kunt lanceren. Maar om maar te zeggen dat iedereen zijn eigen accenten kan leggen. De slogan is bij velen bijvoorbeeld Henk terug van ons. Bij ons is dat anders, bij ons is dat gewoon ons Brugge. Omdat wij daar andere accenten leggen. Alles waar we tijd voor hebben. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst naar onze studio. Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang en twee parlementsleden, dat bent u ook trouwens, Stefan Sintobin en Chris Janssens. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.